Dit is BM90 met vandaag in 90 seconden ontzetting, ontslag en opvolger. Allereerst, beste BM90-kijkers, ben ik trots op jullie. Jullie lieten je niet verleiden om massaal in mijn goedkope clickbait-trucs van vorige week te trappen, dus hulde. Aanzienlijk minder trots veroorzaakte BNNVARA door na 2 seizoenen te stoppen met de presentatie van de vooravond door Renze Klamer en Fidan Ekies. Directeur Gert-Jan Hoks meldde: ze zijn als duo met elkaar in de diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken. Die beslissing zorgde voor ontzetting in het mediacircuit. Collega's als Bert van Leeuwen en Irene Moors namen geen blad voor de mond op social media en radio-icoon Frits Spits riep zelfs op tot een staking van een uur door mediamakers op radio en tv. Het onverwachte ontslag van Renze Klamer en Fidan Ekies is een schandvlek voor de publieke omroep. Wij worden als makers verondersteld een samenleving te vertegenwoordigen die staat voor fatsoen, respect en integriteit. Hoe moet dat in godsnaam als er zo'n voorbeeld wordt gesteld? Twitterde hij. Goed bedoelde solidariteit, maar we hoeven nu ook weer niet net te doen of dit atypisch is voor Hilversum en er een tragisch einde is gekomen aan een illustre droomduo. BNNVARA heeft natuurlijk het volste recht om dit te doen. Maar deze ingreep is wel buitengewoon onhandig en respectloos aangepakt en gecommuniceerd. Dat hadden Klamer en Ekies beslist niet verdiend. Maar ik denk dat een belofte moest worden ingelost aan advocaat Khalid Kassem, die oorspronkelijk een talkshow zou krijgen, maar in opspraak kwam door een naar later bleek onterechte beschuldiging. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen. En datzelfde geldt voor Jasper van der Schalie, die vanaf september adjunct-directeur wordt bij Omroep Max. Hij was daar al eerder 5 jaar lang hoofdtelevisie. Hierbij de welgemeende felicitaties aan Van der Schalie en aan Jan Slachter, die zo ook meteen slim zijn opvolger in huis heeft gehaald. Tot zover BM90. Volgende week vrijdag weer een nieuwe video. Tot dan! Nooit meer een video missen? Abonneer dan gauw op ons YouTube-kanaal.